Okay. Lieke, kom binnen. Je bent van beroep agent, maar jouw passie is bakken. Oké, dan, wat heerlijk zeg. De plek waar ik me zo lekker thuis voel. Oh, wat zal ik eens gaan maken? Eerst maar eens een beetje mixen. Sander, jij komt ook binnen. Jij bent eigenlijk schoenverkoper, maar jij wil bakketbakker worden. Hi. Hey. Oh, Jesus. Hi, wat ben je aan het maken? Ja, ik ga voor mijn specialiteit. Ik heb een heerlijke taart die ik klaargezet heb. Wat is jouw plan? Waarom beweeg je zo raar? Ja, dat is... Okay. En Lieke, jij gaat meteen beginnen met taart maken. Dus je begint met je melk en je poeder ligt allemaal op tafel. Sander... Kan ik helpen? Oh. Zet je taartjes lekker neer. Maar moet ik deze neerzetten? Moet je dat doen? Zo! Komt goed! Hij komt nooit meer terug! Je kan nooit meer staan! Sander, ga maar even naar boven. Ja, hoe? Leg je taartjes maar. Oké, wacht even. Ik zou dat niet doen als ik jou was. Jawel hoor. Oké, Lieke, gaan we lekker wat water inschenken. Oké. Ga maar naar boven. Oké, Sander, daar gaat ie. Okay. Inderdaad, het is waar. Oké. Oké. Lieke, je hebt dorst. Ik kom nooit meer omhoog, man. Ja, want jullie zijn namelijk van die banketbaks. Denken, weet je, we doen het liever gegrond. Weet je, lekker met beide benen op de grond. Sander, leg je taartjes op de aanrecht. Okay. Ja, hoe? Ja, gewoon. En Lieke denkt, ik heb dorst. Ik ga lekker wat water drinken. Huh? Oh. Kom maar. Sander, jij hoort de gepingel. Want de taart is klaar. Oh, Jezus. Tuurlijk, joh. Met je blote handen. Tuurlijk. Top. Ah. Lekker! Oké, dan. Gerard, die komt nu naar binnen. Het is namelijk Jenny van der Heijden, de kritische jurylid. Kom erin. Ach, jongens, wat is het hier een showtje. Hebben jullie nog wat leuks kunnen maken, jongens? Want, het ziet er heel goed uit, zie ik jullie allemaal. Wat hebben jullie allemaal gemaakt? Laat eens even kijken. Heerlijke taart. Ja, ik zie het. Even hier gaan staan. Ja. Jenny. Goed, Sander. Jenny, je hebt een beetje gedronken. Ja. Doe voorzichtig. Mag ik eerst even kijken wat jullie gemaakt hebben? Wat is dit? Dit is verbrand, zie ik. Ja. Dit is chocoladetaart. Ja. Hele donkere chocoladetaart. En hoe is het bij jou gegaan, Lieke? Ja, bij mij. Kun je even voor je eigen product gaan staan, als je wil? Jenny, je geeft aan. De tijd is bijna om. Er moet gebakken worden. Ze moeten haast maken. De tijd is bijna om. Want jullie hebben nog twee dingen te doen. De broodjes moeten af. Zet deze maar even aan de zijkant neer. En die cake moet gevuld worden. Oké. Ja, doe voorzichtig. Lieke, ik weet niet waar jij bent. Oh, dat is verschrikkelijk. Wat er nu gebeurt. Lieke, wil je even naar je broodjes? Want die moeten gaan. Oh, Lieke, leg maar een dekentje overheen. Nu pak ik je. Oh, shit. Lieke, nee, dat gaat heel pak goed. De appels uit de koelkast. Jij gaat mee. Lieke, jij gaat bakken. Wat pak ik? Appel. Jenny, het moet weer dicht. Jenny, koelkast moet weer dicht. Oh, Jezus. Oké. Kijk, hier is vast wat melk, jongens. Pak jij de slagroom? Sander, op tafel. Je hebt nog 5 minuten. Je moet wel opschieten. De slagroom. Slagroom.
Godverdomme. Kijk uit, meisje. Oh, dit is echt verschrikkelijk, hoor. Oh, dit is eierstruif.